Op de RGD-poli zijn in totaal 66 patiënten geholpen, waarvan 41 ademhalingsproblemen hadden. Daaronder vielen 13 kinderen en 28 volwassenen. Dat gebeurde in de periode van 23 tot 25 februari. Verder zijn van 9 tot 11 maart 80 patiënten met ademhalingsproblemen behandeld. Tienerzwangerschap is niet alleen een sociaal, maar ook een sociaal-economisch probleem. Daarom moet er meer werk verzet worden om de nodige bewustwording op gang te brengen. Dit zei Maureen Wijngaarden van Dijk, medisch directeur bij de Medische Zending, gisteren tijdens een lezing op het hoofdkwartier van de Medische Zending. Ze benadrukt dat de gemeenschap er winst bij zal hebben om de tienerzwangerschap te verminderen. Door de preventief de voorlichting te doen en ook door goede zwangerschapsbegeleiding te doen, maar ook door bijvoorbeeld de gebruik te maken van de verschillende hulpmiddelen, zodat wanneer de tiener bevallen is, een volgende zwangerschap in die tienerperiode uitblijft. Zodat inderdaad ze toch wel gebruik kan maken van ontwikkelingskansen die er zijn. Maar we hebben gezien dat we een beetje meer, meer ruimte nodig hebben in die playing field. We hebben meer tools nodig om in het overleg met de gemeenschap het besef te kunnen laten groeien van hey, we moeten een zwangerschap zoveel als mogelijk, zo lang als mogelijk uitstellen. Zodat de meisjes, onze meisjes ook gebruik kunnen maken of ook ontwikkelingskansen krijgen. Wijngaarden van Dijk zegt dat de medische zending ook hard aan het werk timmert om preventiemaatregelen te treffen om tienerzwangerschappen te voorkomen. Ze geeft aan dat er op verschillende fronten voorlichting wordt gegeven over dit fenomeen. Het schijnt maar niet te lukken om dat cijfer naar beneden te krijgen. En tienerzwangerschappen, dat zijn dus de zwangerschappen in de tienerjaren tussen 10 en 20. En het meest... Het aantal dat ons het meest bezorgt zijn die hele jonge zwangerschappen, tussen 10 en 15 jaar. Maar ook de zwangerschappen tussen 15 en 19 jaar, want dat zijn nou net de jaren waarbij je door moet gaan met je scholing. Je moet ook een hoger opgeleide kunnen worden. En we hebben vorig jaar ook vernomen van de toenmalige, van de minister van Onderwijs, dat we een heel laag percentage universitair geschoolde hebben, hooggeschoolde. Terwijl we universiteit hebben, we hebben andere vormen van hoger onderwijs. En het kost het land echt veel geld om die instituten in stand te houden. Dus je moet wel de return on investment moet je dus wel krijgen. De medische zending benadrukt dat er veel meer gedaan moet worden om de bewustwording te bevorderen op de impact van tienerzwangerschap. Vooral als het betrekking heeft op de sociaal-economische situatie in het land.